er is een functionaliteit onderaan in het scherm waarin je vragen kunt stellen. En die vragen kunnen gesteld worden aan de onderzoekers en aan nog twee andere hulplijnen die ik zo zal introduceren. De vragen kunt u ook liken, dan komen ze bovenaan aan het lijstje te staan en dan is de kans groter dat de vraag beantwoord gaat worden in dit webinar. Wat ik al zei, we hebben twee hulplijnen. En dat is, die worden gevormd door Edith Kruger-Schippers, beleidsadviseur waterkwaliteit van de Unie van Waterschappen. De Unie was ook zeer nauw betrokken bij dit project. Dus wellicht kan Edith zichzelf nog even introduceren. Edwin, kan je Edith even in beeld brengen? Edith, kan je even zeggen wie je bent en wat jouw bemoeienis was bij dit onderzoek en of het rapport ook bij de Unie goed geland is afgelopen week? Goedemorgen, ja, mijn naam is Edith Kruger, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen. Inderdaad, ik hou me onder andere bezig met zeer zorgwekkende stoffen, opkomende stoffen, waaronder ook PFAS. En ook zeker in relatie tot het vergunningen, toezicht en handhavingsdomein. Eigenlijk heeft het ons natuurlijk niet verrast, want zoals we allemaal weten, hebben we natuurlijk al enkele jaren te maken met PFAS en dat zit eigenlijk overal. Dus wat dat betreft zijn we erg blij in ieder geval met deze aanvullende onderzoeken, wat nog maar meer is bevestigd van waar deze stoffen allemaal zitten. Dus op zich blij ook met de media-aandacht ervoor en zeker ook blij ook dat we met elkaar gewoon aan de slag moeten om te voorkomen dat deze stoffen nog verder in het milieu komen. Dankjewel, Edith. De andere hulplijn die we hebben wordt genoemd Saskia Onnek, senior adviseur bij het ministerie van INW. Ik zag op haar LinkedIn dat ze zichzelf noemt een veelzijdige teamvrouw, verbindt een beetje droom met werkelijkheid. Dus Saskia, kan jij nog even toelichten wat jouw indruk is van het rapport wat nu ontstaan is en wat de waarde daarvan is? Ja, zeker. Ik ben Saskia Onnek. Ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij DG Water en Bodem. En ik heb dit onderzoek via mijn ministerie mee helpen financieren. En ik denk dat het een uitstekend onderzoek is wat meer inzicht schept in waar de PFAS'en zoal vandaan zouden kunnen komen. En zoals al gesteld, wisten we natuurlijk dat ze overal zijn. Maar de RWZT's zijn wel een zorgplek waar veel afvalwater samenkomt. En dit rapport heeft zijn uiterste best gedaan om daar wat meer helderheid in te scheppen. En daar zijn we als ministerie ook erg blij mee. Oké, dankjewel. Het is goed om even de gezichten te zien van de mensen die ook de vragen kunnen beantwoorden. Dus op het moment als u vragen heeft, voor een van de sprekers of voor Edith of voor Saskia, zet dat even in de chat erbij, dan wordt de vraag wat gerichter beantwoord. Ik denk dat het nu tijd is om naar het programma te gaan. En het eerste onderwerp op de agenda is de toelichting op de bemonstering en de logistiek. En Joop Baltussen die gaat dat toelichten aan de hand van een presentatie. Na afloop van de presentatie dan is er een korte Q&A voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Joop, mag ik jou het woord geven? Zeker. Mijn naam is Joop Baltussen en samen met Anja Dirks heb ik het onderzoek opgezet en uitgevoerd. Wat betreft de introductie, een kleine correctie. De introductie die gebeurt eigenlijk door Anja met een introductie wat PFAS eigenlijk zijn. En dan ga ik door met de opzet over het onderzoek en hoe we in het onderzoek hebben uitgevoerd. Anja. Ja, we hebben laatst nu net de presentatie nog een beetje ik zal eerst kort iets vertellen over wat PFAS zijn en wat de toepassingen daarvan zijn. Even als hele snelle introductie, dat iedereen een beetje op dezelfde lijn zit. We zullen ook nog de motivatie en het doel van het onderzoek kort toelichten. Dan neemt Joop het stokje over en gaat vertellen over de opzet van de studie.
Dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dan gaan we door met de resultaten en de duiding. Dat doen we om de beurt, afhankelijk van wat we willen laten zien. Dan is er weer gelegenheid tot het stellen van vragen. En vervolgens gaan we naar de conclusies, aanbevelingen en hoe verder. En dan hebben we de einddiscussie. Allereerst een hele korte introductie. Wat zijn PFAS? Nou, PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Hier rechts zien we een aantal bekende voorbeelden. PFOA, PFOS en GenX. Wat kenmerkend is dat ze allemaal een koolstofketen hebben met daaraan fluoratomen geplakt, de F's in het milieu. En dit is de staart, een gefluoreerde koolstofketen. En dit is de kop. En die kop die kan verschillend zijn. En dat bepaalt de verschillende type PFAS die je hebt, of groepen PFAS die je hebt. En er zijn ook nog allerlei variaties hierop mogelijk, zoals je bijvoorbeeld bij GenX ziet. Nou kan die staart, die kan of volledig gefluoreerd zijn, dat noem je perfluorverbinding. En die volledige fluorering die zorgt ervoor dat die verbinding heel stabiel wordt en dus niet of nauwelijks af te breken is. En hij kan onvolledig gefluoreerd zijn en dat heet dan polyfluoralkylstof. En de ketenlengte, die wordt soms ook aangeduid met de C8 bijvoorbeeld. De PFOA en de PFOS, die hebben 8 koolstofatomen. En die noem je dan C8. Dat zie je straks nog her en der op sheets ook terugkomen. Dat is ook wel handig om te weten. PFOS kennen heel veel toepassingen, wel meer dan 200. Ze worden toegepast omdat ze vuil, vet en waterafstotend zijn. En dat kunnen hele handige eigenschappen zijn. De toepassingen zijn er dan ook heel veel. Bijvoorbeeld om kleding waterafstotend te maken. Of meubels of tapijt waterafstotend te maken. Ze worden gebruikt voor voedselverpakkingsmaterialen. Pannen, anti-aanbakpannen. In blusschuim is een hele belangrijke toepassing. Maar ook in dingen die je veel minder zou verwachten, zoals persoonlijke care, persoonlijke verzorgingsproducten of cosmetica. Maar ook in pesticiden of in de fotografie. Maar heel veel verschillende toepassingen. Ga ik door naar de motivatie en het doel van het onderzoek. Niet alleen zijn er heel veel toepassingen, er zijn ook wel aardig wat routes van PFAS naar het milieu. Die ga ik niet allemaal behandelen. Maar ik gebruik dit plaatje om wat andere dingen toe te lichten. Namelijk dat er verschillende bronnenonderzoeken zijn gestart. Naar waar komt die PFAS nou vandaan en hoe verspreidt zich dat in het milieu? En die wil ik even allemaal noemen. En die geven ook per onderdeel van de route, zeg maar, aan van ja, hoe groot is die bron nu. En een belangrijk onderzoek is het onderzoek naar bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater. Dus een onderzoek van Rijkswaterstaat. Daar is een rapport van uitgekomen en ik heb begrepen dat volgende week daar een vervolg op uitkomt. Waar nog wat verder is ingezoomd op nog meer bronnen. Een ander belangrijk rapport is van onderzoek wat ook al afgerond is en gerapporteerd, is het onderzoek naar PFAS in producten en afvalstromen. Dan hebben we het onderzoek naar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslip van NSD's, dit onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar PFAS in voedselcontactmaterialen. Het RIVM heeft gekeken naar PFAS in grond en grondwater. KWR kijkt naar PFAS in drinkwater en drinkwaterbronnen en past daar een brede screeningstechniek toe. Dus een brede meting van PFAS. En daarnaast wordt er ook nog gekeken naar PFAS in bouwmaterialen. En wij gaan het vandaag dus hebben over één van die onderzoeken en dat is PFAS in de RWCD's.
En het doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in wat komt er nou de RCT in en wat gaat eruit, zowel in concentraties als in vrachten. En wat is het zuiveringsrendement? En we hebben ook getracht te kijken van wat is nou de bijdrage vanuit huishoudens en vanuit andere industriële bronnen of bedrijfsmatige bronnen. En Joop gaat nu een stokje overnemen en vertellen over de opzet van het onderzoek. Met de presentatiemodus. Ja. Wat betreft de opzet van de studie wil ik het hebben over de keuze van de zuiveringen en hoe we een en ander hebben uitgevoerd. Bij de selectie van de zuiveringen, wat van belang was, dat we in ieder geval de goede zuiveringen te pakken hadden in Nederland. We wilden per se 8 zuiveringen hebben. We hebben in Nederland 316 zuiveringen, dus er was een wat keus. 2 zuiveringen daarvan was bekend, dat waren de zogenaamde hotspots. En daarnaast moesten we nog een aantal zuiveringen kiezen, die voornamelijk huishoudelijk afvalwater verwerkten. En ook zuiveringen die meer bedrijfsafvalwater verwerkten, zodat we onderscheid kunnen maken. Verder hadden we nog een eis dat een zuiver die mee moest doen, die moest natuurlijk goed werken. De zaak op orde hebben wat betreft de meter- en bemondingsapparatuur. Zuiveringen die verbouwd werden of aanpassingen, groot onderhoud, die konden we natuurlijk niet betrekken. En liefst ook zuiveringen die om die 4 jaar al sowieso al meedoen met een ander onderzoek. En die dus bekend zijn naar hoe een en ander wordt uitgevoerd. Wat betreft de selectie van de zuiveringen kom ik op de groep van de hotspots. Dat zijn Dordrecht en Bad. Daarvan is bekend dat die met het afvalwater wat zij zuiveren, dat er behoorlijk wat PFAS in kan zitten. Wat betreft Dordrecht is dat wel komstig, vermoeden wij, van chemo's en HWC. En zowel Dordrecht als Bad hebben behoorlijk wat bedrijfsafvalwater in hun aanvoer zitten. Dat is 140%. Daarnaast hebben we Aarle-Riksel gekozen, Lelystad en Hattem. Aarle-Riksel is een zuivering die in 2017 al eerder onderzocht is. En daarvan wisten we ook dat er mogelijker nog steeds PFAS in zou kunnen zitten. En dan hadden we te maken met Lelystad, Hattem en Alster, Hapert en Pierzeel hebben gekozen. Lelystad en Hattem vanwege een gemiddelde hoeveelheid bedrijfsafvalwater. En dan nog een paar zuiveringen, middelgrote zuivering, 1 heel erg kleine, waarvan we vrijwel zeker wisten dat er maar een zeer klein aandeel afvalwater aanwezig was. Dus wat betreft de klassificering kom je eigenlijk uit op een tweetal hotspots. Een voormalig hotspot, 2 zuiveringen met een groot aandeel industrieel afvalwater, Lelystad en Hattem. En dan nog 3 zuiveringen met voornamelijk huishoudelijk afvalwater. Wanneer je gaat kijken op een zuivering, en ik zoom nog eigenlijk in op een zuivering zelf, dan zie je dat het proces dat laat zich vertalen met deze 3 grote blokken. Eerst plaats het afvalwater wat binnenkomt, dat wordt gezuiverd, dat noemen we eigenlijk de waterlijn. En er worden fysisch, chemische en biochemische processen toegepast om ervoor te zorgen dat het volledig gezuiverd en alle onschadelijke verbindingen verwijderd zijn, zodat het weer geloosd kan worden op het oppervlaktewater. En het water wat geloosd wordt, noemen we dan effluent. Dus we hebben hier influent, het ruwe afvalwater en het effluent. Het slip wat hieruit komt, dus hetgeen wat bezinkt, of het biologisch slip, het bacteriemateriaal wat in de waterlijn aangroeit, dat wordt verwerkt in de sliplijn. Daarvoor hebben we ook weer een aantal processen die ervan van toepassing zijn. En een van de hele mooie processen die ervan toegepast worden, dat is vergisting. En het slip, wat veelal organisch van aard is, wordt dan omgezet in biogas. Dat gebeurt op sommige rioolwaterzuiveringen. En dat biogas komt dan terecht in de zogenaamde biogaslijn. En wordt oftewel omgezet in elektriciteit of vervolgens na zuivering als groen gas ingezet. Als je zo'n zuivering bekijkt, dan heb je
een aantal stromen die naar binnen komen. Dat zijn influent, maar daarnaast ook luchthulpstoffen en wat mogelijkerwijs per vrachtwagen wordt aangevoerd. Nou, wat gaat er dan uit zo'n zuivering? Dat is natuurlijk de lucht die ingeblazen wordt om het zuiveringsproces op gang te houden. Dat komt er natuurlijk ook wel uit, dat verdwijnt. Wat betreft de waterkant hebben we het over de effluent en ook een aantal andere stromen, onder andere zuiveringsslip. Nou, wat hebben wij nou bemonsterd? Dat kunt u zien aan de hand van de rode stippen. Dat is uiteraard het influent. We willen heel graag weten wat komt er nou binnen vanuit ons rioleringssysteem. We hebben bemonsterd het effluent, dus wij willen weten wat wordt er geloosd op rioolwater, zodat we ook eventueel de zuiveringsrendement kunnen bepalen. En wat blijft er achter de sliplijn? U ziet verder ook dat van een aantal stromen hebben we dus niets gemeten. En daarvan weten we niet goed wat erin zit. We hebben ons gefocust op influent, effluent en slip. Waarom? De reden daarvoor is dat het gewoon zonder meer de grootste stromen zijn. En er zijn ook de stromen waarvan wij denken dat die de meeste PFAS bevatten. Zoom ik nog een niveautje dieper in. Dit is het blokschema van onze kleinste zuivering, die van Piers Hill. En wat u in de witte blokjes ziet, dat zijn de processen die toegepast worden op zo'n zuivering. In het licht oranje, dat zijn de blokken, de processen die toegepast worden in de sliplijn. En ook hier ziet u weer de rode stippen terugkomen. En die rode stippen geven dus hier ook weer waar bemonsterd is in het kader van dit programma. Pakken we even meteen, want u bent nu geïntroduceerd in het blokschema van zuiveringen, pakken we meteen een grote zuivering. Dit is Dordrecht. Dordrecht heeft een aantal specifieke kenmerken. In eerste plaats is het een vrij grote zuivering. Het is vrij uitgebreid qua systeem, zuiveringssysteem, een stuk geavanceerder dan Piers Hill. En dat geldt natuurlijk ook voor de sliplijn. Daarnaast ziet u nog een aantal lijntjes buiten het scherm lopen. Dat heeft te maken met het volgende. Ik heb nu Dordrecht wat verkleind. En rechtsonder ziet u het blokschema van HBC. Dat is de slipwerker, de slipverbrander die naast Dordrecht zit. En die daar een enige verbinding mee heeft wat betreft een aantal stromen lopen naar de HVC en komen de achterkant weer terug. Omdat we vermoeden dat een aantal stromen, waterstromen op HVC, bij HVC misschien PFAS zouden kunnen bevatten, zijn we in de gelegenheid gesteld door HVC om die stroom apart te bemonsteren. Dan wil ik toch nog even de aandacht geven aan de slipverbrander, de huisvuilverbrander en de laatste, last but not least, dat is het water van de stort. Wat is het geval? Op HVC hebben we een voormalige stort, Kraaienstein. Dat is in het verleden, er wordt vermoed PFAS-houdend afval gestort. En het water wat door die stort zijpelt, wordt door HVC onderuit gepompt, gaat via een zuivering en wordt vervolgens geloosd op Dordrecht. En ook die stroom hebben we bemonsterd. Daarnaast zit u rechtsboven. Een klein rokje zit u Chemours genoemd. Dat is het bedrijf wat PFAS produceert in de regio van Dordrecht. En ook daar waren we de gelegenheid om monsters te laten onderzoeken op PFAS. En het afvalwater van Chemours, wat ze overigens zelf zuiveren, komt via de gemeentelijke riolering binnen op de RST van Dordrecht. Al met al was dit natuurlijk een heel belangrijk onderzoeksobject naast die andere zuiveringen. En wat betreft de legging, u ziet het een beetje dat Dordrecht die wordt ingeklemd. Dus de voormalige stort, Kraaienstein, waar ik het net over had, hè, waar in het verleden dus PFAS-houdend afval is gestort. HVC, dus een ziekenhuisafvalverbranding, huisvuilverbranding en een hele grote slipverbranding. En daarnaast het bedrijf Chemours. Nou ja, goed, dan, ik heb u iets verteld over de zuiveringen. Daar zijn we eigenlijk nog niet. We hebben natuurlijk op de zuiveringen stevig ingezoomd op hoe er gemeten en bemonsterd moet worden. We hebben elke zuivering bezocht. Dus op elke zuivering is er eigenlijk een schouw uitgevoerd.
Daarbij is de ballonsapparatuur echt, zijn we de slangetjes, echt werkelijk, alles is bekeken. Zou het een stofje kunnen, zou daar PFAS in kunnen zetten? En ik heb hier een collega van Acon opgezet. En ze hebben zelfs de monsterneemers hebben gevraagd, joh, als je nou kon bemonsteren, denk er dan aan dat je in je kleding, in het gebruik van papier en andere stoffen, dat niet besmet is met PFAS, PFAS bevat aan bron om contaminatie te voorkomen. En verder hebben we in de schouw de bemeten bronsapparatuur in de kaart gebracht, verbeterpunten aangebracht en, niet onbelangrijk, we hebben per zuivering exact vastgelegd hoe er bemonsterd en moest worden. Wat betreft de bemonstering zelf, dat hebben we debietproportioneel gedaan, 24 uur monsters. Wat wil dat eigenlijk zeggen, debietproportioneel, voor de mensen die er iets minder vanaf weten? Dat betekent eigenlijk dat er, wanneer er meer water binnenkomt dan rioolwaterzuiver, bijvoorbeeld als het regent, dat je dan meer monsters neemt. En dat doe je dan eigenlijk over 24 uur. Dat noemen we dan de 24 uur monsters. En in dit geval hebben we dat 9 dagen achter elkaar gedaan. Wat betreft het slip, dat hebben we iets minder vaak bemonsterd. Het waren meestal maar 3 monsters. Daar is ook een goede reden voor. Het slip wat aangroeit in de zuivering, dat is biologisch van aard en dat groeit vrij traag. En gemiddeld is dat slip ongeveer 2 tot 3 weken op zuivering aanwezig. Dus die samenstelling verandert niet zo sterk. En dat geldt zeker voor zuiveringen die uitgerust zijn met een slipgisting. Dan kun je eigenlijk wel spreken over een slipleeftijd van 4 tot 6 weken. En wat betreft de monsters, die zijn vervolgens getransporteerd naar de VU. En de VU heeft ze geanalyseerd op een lage rapportagegrens. Die kunt u hier zien, heel erg laag. We praten echt over nanogramniveau. En nou, wat wil dat eigenlijk zeggen? Nou, dat betekent eigenlijk dat met de huidige analysetechnieken kun je zelfs een tipje, een eetlepel tipje met PFAS in een Olympisch zwembad, zou je met deze techniek kunnen meten. En je bereikt dus een heel erg hoge nauwkeurigheid. Dat betekent ook dat je lage concentraties, maar ook lage vrachten goed in kaart kunnen brengen. En wat hebben we dan geanalyseerd? We hebben 35 PFAS-verbindingen geanalyseerd. Die zijn afkomstig van een 7-tal groepen. We moeten daarbij wel in het achterhoofd houden dat er 5.000 tot 6.000 PFAS-verbindingen zijn. Dus we hebben eigenlijk daar maar nog geen 1% van geanalyseerd. Maar voordat er ontzettend veel vragen over komen, ik kan nu wel vertellen dat de verbindingen die we geanalyseerd hebben, dat zijn wel de meest voorkomende verbindingen. Nou goed, dan zijn de monsters bij lab. Een lab gaat aan de gang en dat levert natuurlijk ontzettend veel informatiemateriaal op. Ik heb daar wat, of in ieder geval data op. Ik heb dat in deze statistiek heb ik dat weergegeven. Wat ik net al zei, hebben we te maken met water- en slipmonsters. Bij elkaar waren dat ongeveer 7000 waarnemingen. Dus we hebben 7000 individuele analyse resultaten van PFAS-verbindingen. Afgerond 6700, aan de boven nog een stuk of 300 die te maken hebben met het monitoren van de effluentkwaliteit. Wat verder opvalt, is dat een flink aandeel van de analyseresultaten zit onder de detectiegrens. Wat is nou de detectiegrens? Ik zal het even toelichten voor de mensen die het niet weten. Dat is de grens waarboven je een stof kunt identificeren en daaronder kun je eigenlijk niet meer zeker zeggen dat die stof aanwezig is. Dus als je te maken hebt met een groot aandeel waarnemingen die lager zijn dan de detectiegrens, dan moet je er iets mee, want die waarnemingen die kun je natuurlijk niet verwaarlozen. Daar hebben we een manier op gevonden, dat noemen we de Volker-Bakker-formule, maar dat, als je daar zich in wilt verdiepen, dan zal ik je willen verwijzen naar het rapport, daar staat dat allemaal in. Wat betreft de verwerking van gegevens, we hebben eigenlijk ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij werkwijze van Z-info. Dus dat betekent dat je op dagbasis vrachten gaat berekenen, gaat het totaliseren, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval komt het neer dat we gebruik hebben gemaakt van een veel gebruikte methode om de concentraties en vrachten enzovoort in kaart te brengen. Nou, de meeste berekeningen zijn
gebaseerd op gewogen gemiddeld in plaats van de individuele concentraties. En je zult zich afvragen, wat is dan het verschil? Nou, zou je gaan rekenen met individuele concentraties, dan heb je in het geval dat er dreigingsweer is, heb je te maken met erg lage concentraties. En graag wil je natuurlijk weten wat er op dagbasis aan vracht binnenkomt. Dus vandaar dat je dus de concentratie vermenigvuldigt met de hoeveelheid water die gezuiverd wordt. En daaruit haal je dan de gewone gemiddeldes. En die gebruik je dan voor de opstellen van balansen, reinigingsrendementen en nog andere dingetjes. Maar goed, dit is de opzet van het onderzoek. En wat betreft de resultaten en guiding, geef ik een stokje over aan Anja. Misschien dat we eerst nog even kort even de Q&A kunnen doen. Ja. Maar daarvoor is het handig om even jouw muis even terug te geven aan Edwin. Want ik kan de Q&A's niet zien. Dus dan is het handig om heel even te kijken van welke vragen er binnen zijn gekomen. 8 zuiveringen, Joop. Hoe representatief is dat nou voor die 325 zuiveringen die we in Nederland hebben? Dat is een hele goede vraag. Wat we in ieder geval gedaan hebben, we hebben voorgaand onderzoek bekeken. We hebben in ieder geval de hotspots eruit genomen. Daarvan zei je van wisten dat er aanwezig was. En we hebben in het totale nationale bestand gekeken welke zuiveringen dus weinig huishoudelijke afvalwater bevatten en welke in een medium hoeveelheid huishoudelijk of bedrijfsafvalwater bevatten. En op basis daarvan hebben we een keuze gemaakt. Het is dus niet zo dat we keihard kunnen zeggen dat die 8 nou voor 100% representatief zijn. Maar als je uitgaat van de ligging van de zuiveringen en een achterliggend inzamelsysteem, dan kun je eigenlijk wel stellen dat we dat dit eigenlijk de beste keuze is die we hebben kunnen maken. Oké. Okay. Kunnen jullie zien of de vragen binnen zijn gekomen? En jij hebt ze wel, hè? Als goed is, heb je ook toestemming om het te zien. Ja, als ik op de Q&A druk, dan zie ik ze niet. Je kan er even iets in de tussentijd geven. Bij Edwin kijken welke vragen er gesteld zijn. Misschien kan je nog even iets zeggen, meer duiden over de 35 PFAS'en in relatie tot de totale hoeveelheid PFAS die er... er zijn heel veel stoffen, hè? We hebben er 35 gemeten. Dat is om en bij 1% van de totale familie PFAS'en. Betekent dat ook dat de vrachten die nu berekend zijn, dat die eigenlijk ook hoger zijn dan dat we nu gemeten hebben? Zal ik die beantwoorden? Dat is goed. Dan spreek ik even bij Edwin. Want zoals je dit ene plaatje kon zien, zijn er verschillende groepen gemeten. En de bovenste twee, dat zijn die stabiele PFAS, dat zijn wel de meest onderzochte en meest aangetoonde PFAS die er zijn. We hebben ook een aantal vervangers onderzocht. En we hebben een aantal precursors onderzocht, PFAS precursors, wat dat zijn, daar kom ik later nog aan op terug. Maar er zijn wel aanwijzingen dat de hoeveelheid precursors wel substantieel is en dat we daar ook een heleboel niet van hebben gemeten. Dus je kunt wel zeggen dat de werkelijke vracht hoger is, uiteraard, want er zijn duizenden stoffen en we hebben er 35 gemeten. Maar zoals Joop al zei, ik denk wel dat in ieder geval die stabiele, dat zijn wel de belangrijkste die hebben eruit gepikt. Ja, je mist er dus nog wel een hele hoop. En hoeveel dat er zijn en hoe belangrijk die zijn, weten we niet precies. Oké. Dankjewel. Ik heb net heel even gespiekt bij de vragen. En er is een vraag over de detectiegrens, om dat meer te duiden. Nou, ik denk dat Joop dat voldoende heeft geduid. Anders dan mag de vraag nog een keer geliked worden of gesteld worden. En de andere opmerking was dat de term hotspots, die is heel erg gerelateerd aan medicijnresten, verwijdering van microverontreinigingen. Dus wellicht is het goed om in het kader van PFAS daar een andere benaming voor te gebruiken. Dus dat is wel een goed aandachtspunt, denk ik. Om de verwarring te voorkomen dat we dadelijk allemaal hotspots hebben. Nou, misschien moet ik het PFAS-spot noemen of zo. Ja, zeg maar. Oké. Ik stel voor dat we door
overgaan naar de resultaten en de duiding. Als Edwin zijn muis kan afgeven, dan gaan we het zo doen. Neem ik het stokje weer over. Ja. En ik wil graag beginnen met de concentraties die we in influent en effluent hebben aangetroffen. Die liggen in de orde grootte van 10 tot 1000 nanogram. En in die waterfase zijn met name de kortere ketens, de PFAS met de kortere ketens aangetroffen. Dus tot, met koolstofketens tot met C8 ongeveer. Dat is logisch, want die hebben kortere ketens en zijn beter wateroplosbaar. Er is hier een mooie grafiek met veel kleurtjes. Ik zal even toelichten wat hier staat. Dit zijn de gemiddelde gewogen concentraties, moet ik zeggen, in de influent en effluent, die we bij de verschillende zuiveringen hebben gemeten. Hier zien we de zuiveringen. En dan zien we steeds influent en effluent. En alle verschillende kleurtjes staan voor verschillende PFAS. En wat opvalt is dat die kleurtjes verschillen per RWZI. Dat betekent dat we eigenlijk een karakteristieke verontreinigingspatroon of fingerprint zien bij per RWZI. Wat er ook op duidt dat er verschillende voorliggende bronnen zijn. Dat die niet bij elke RWZI hetzelfde zijn. En wat ook opvalt, want je ziet hier steeds influent en effluent, dat de PFAS eigenlijk helemaal niet verwijderd wordt. En in sommige gevallen zelfs, bijvoorbeeld bij Aarde-Rikston en Lelystad, dat er zelfs sprake is van een behoorlijke toename. Daar kom ik later nog op terug. Maar het is wel duidelijk dat PFAS, in ieder geval de PFAS die we gemeten hebben, niet worden verwijderd in de rioolwaterzuivering. Nou, wat betekenen die concentraties nou? Is dat nou hoog of is dat laag? Of hoe kunnen we dat duiden? Ja, er zijn geen normen voor PFAS in afvalwater. Dus dan, wat kan je dan doen? Vergelijken met normen voor andere matrices, zoals oppervlaktewater en drinkwater, of bronnen voor drinkwater. Maar ja, het is wel belangrijk om het achterhoofd te houden. Die normen zijn dus bedoeld voor iets anders dan waar we het hiermee vergelijken. Maar het geeft toch enigszins aan van hoe hoog zijn de concentraties. Die vergelijking die staat hier in de tabel, die kunnen jullie natuurlijk ook niet lezen, maar... de normen voor oppervlaktewater zijn die blauw om elkaar. De vergelijking met de normen voor oppervlaktewater zijn die blauwe, is het blauwe kader en het andere is het oranje kader. De somnormen van de EU. En een grijs vakje betekent dat de norm wordt overschreden in het influent of effluent. Hier staan de verschillende zuiveringen. Wat direct opvalt is dat is deze lijn, dat is PFAS, is de norm voor PFAS in oppervlaktewater. Die wordt eigenlijk in alle influent en effluent overschreden. Wat niet heel gek is, want deze is extreem laag, minder dan 1 nanogram per liter. En daar zit je al vrij snel overheen. En bij RWZI Dordrecht, dat is, daar wordt ook de norm voor PFOA en HFPODA, wat een andere, de juiste term is voor gen X, wordt daar overschreden. Als je dan kijkt naar de somnormen, waarbij je dus de concentraties van een aantal PFAS optelt. Voor die som PFAS is dat de 20 stabiele PFAS die wij ook gemeten hebben. En voor PFAS totaal is het alles wat je aan PFAS meet. Dan zie je dat bij onze hotspots, RWZI's, hotspot voor PFAS, RWZI's, dat die normen overschreden worden. En bij de andere RWZI's. Nog even een belangrijke opmerking dus. We hebben hier de concentraties in influent en effluent vergeleken. Met een norm voor oppervlaktewater. En de lokale situatie bepaalt dan ook, dus met name de verdunning van het effluent met oppervlaktewater, bepaalt of er daar dan ook een overschrijding van PFAS is. En dit heb ik al genoemd. Ga ik door naar de concentraties in de zuiveringsslip.
Oh nee, wacht even. De concentraties in de bijzondere afvalwaterstromen. Ik ging iets te snel. Zoals Joop heeft uitgelegd, hebben we ook gemeten in een aantal afvalwaterstromen die op zuivering bij RST Dordrecht aankomen. Die concentraties staan hier in het plaatje. Dit is de afvalwater van de verbranding van huisvuil en ziekenhuisafval. Dit is de, het afvalwater afkomstig van de vuilstort. Dit is het afvalwater afkomstig van de slipverbranding. En deze drie zijn afvalwater afkomstig van Chemours. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat direct opvalt bij die eerste drie is dat er in het drainagewater, moet ik eigenlijk zeggen, van de vuilstort, dat daar hele hoge concentraties zijn aangetroffen. Dat is ook iets wat we uit ander onderzoek van Rijkswaterstaat kennen. Het is een bekende bron voor PFAS naar het water toe. En bij de slipverbranding zien we eigenlijk hele lage concentraties. Dat, daar komt in ieder geval geen PFAS in. Bijna geen PFAS in het afvalwater terecht. Bij Chemours zagen wij is 9 dagen lang gemeten. Dan zagen wij een opmerkelijk verschil in concentraties. 3 dagen lang was het concentratieniveau heel laag. En 6 dagen was het concentratieniveau veel hoger. We hebben uiteraard aan Chemours gevraagd. Hoe kan dat? Hebben jullie daar een verklaring voor? En de verklaring die zij gaven is dat het waarschijnlijk samenhangt met de batchproductie. De batchgewijze productie. Wat betekent dat de concentraties die bij hun de zuivering ingaan sterk kunnen verschillen. En dus ook wat er uitgaat sterk kan verschillen. Zij doen zelf regelmatig metingen. Over de afgelopen 2,5 jaar hebben ze metingen gedaan. En de gemiddelde concentratie die zij zelf vinden daar is ligt rond de 750 nanogram liter. Met daarbij wel de opmerking nog dat die concentraties steeds verder afnemen in de tijd. Dus wat wij hier hebben gemeten is niet representatief voor de lange termijn, maar geeft wel aan dat de concentraties. Dan ga ik nu wel door naar de concentraties in zuiveringsslip. De concentraties die gemeten zijn, die liggen in de orde grootte van de 10 tot 100 microgram per kilogram droge stof. En bijna alle PFAS die gemeten zijn, zijn ook aangetroffen in het slip. En ook hier zien we weer een karakteristiek patroon van de verschillende PFAS die hier gemeten worden. Dat verschilt dus per RST en geeft ook aan van dat er een verschil in is in wat binnenkomt en dus ook in wat eruit gaat. En om te duiden van hoe hoog zijn deze concentraties nou, ja, daar zijn in Nederland ook geen grenswaarden voor of normen voor. Maar er zijn wel in het buitenland, in dit geval Noorwegen en Duitsland, grenswaarden voorgesteld voor als je de zuiveringsslip op het land wilt toepassen. Dat is overigens in Nederland mag dat wel, maar is dat geen praktijk. Maar die voorgestelde grenswaarden die zijn 100 microgram per kilogram droge stof voor de som van PFAS. En je ziet dat het in de meeste gevallen ligt de concentraties daaronder. En in één geval, bij RST Lelystad, zijn de concentraties hoog. Ga ik door naar de vrachten en emissiefactoren. Want we hebben ook niet alleen gekeken naar de concentraties, maar ook naar de vrachten die in en uitgaan. Dit is een vrij uitgebreide tabel, maar ik loop er met jullie even doorheen. We hebben zuiveringen onderzocht van verschillende grootte, met verschillende hoeveelheid afvalwater die binnenkomt. En die hoeveelheid die wordt uitgedrukt in inwoner-equivalenten. Mijn muis kwijt. Dat staat hier in deze rij. En daar zie je dat er grotere en met name Bad is de grootste. En kleinere RST's zijn onderzocht. Piercehill is in ons geval de kleinste.
Hier zijn de berekende jaarvrachten per RCT. Nou ja, daar zie je natuurlijk ook dat hoe groter de RCT, hoe groter de jaarvracht. Daar kan je eigenlijk niet zo goed aan zien waar er nou sprake is van een verhoogde belasting met PFAS en waar niet. En om dat wel te kunnen zien, hebben we gekeken naar de emissiefactoren. Wat je daar doet, is eigenlijk de vracht die binnenkomt en uitgaat uitdrukken per inwoner equivalent. Dus per hoeveelheid afvalwater die binnenkomt. En dat zie je hier. En daar hebben wij met name gekeken ook naar wat er dan uitgaat via het effluent. En daar zie je dat er sprake is van twee RZI's waarbij de belasting hoog is. Drie RZI's waarbij de belasting matig is en drie waarbij de belasting laag is. En Piers Hill die is eigenlijk gekozen als RZI met name huishoudelijk afvalwater. Maar wat blijkt is dat hij toch een relatief hoge belasting met PFAS heeft. En Hattem was gekozen als een RZI met een groot aandeel industrieel afvalwater, bedrijfsafvalwater moet ik eigenlijk zeggen. En daar zien we dat de belasting eigenlijk heel laag is. Dus de conclusie is dat het aandeel bedrijfsafvalwater niet altijd de goede indicator is voor de PFAS-vracht in het influent. Dus uiteindelijk in de verwerking van de resultaten hebben wij de emissiefactoren in het effluent gebruikt om de RZI's te groeperen. En hebben we drie groepen onderscheiden. De hotspots voor PFAS, de hoogbelaste RZI's. Daar zagen we ongeveer 50 milligram PFAS per inwoner equivalent per jaar. De matig belaste RZI's ongeveer 5 milligram PFAS per inwoner equivalent per jaar. En de laag belaste RZI's. En deze zijn gebruikt om een schatting te maken voor de emissie van PFAS vanuit alle RZI's voor heel Nederland. Daarbij is van belang dat de totale hoeveelheid afvalwater die wordt behandeld, dat het ongeveer 30 miljoen inwoner equivalenten is. En we hebben de aanname gemaakt dat de hotspots RZI's die we onderzocht hebben, dat die uniek zijn. Maar een belangrijke onzekerheid is welke RZI's zijn laag belast en hoeveel zijn er nou matig belast. Dat weten we eigenlijk niet. Dus daar hebben we wat aannames gemaakt. Even zoeken met mijn muis. Maar dat doet het niet. Ja. We hebben gezegd de hotspot RZI's zijn uniek. Nou, daar zagen we dat er 33 kilogram PFAS per jaar uitkwam. Dan hebben we voor de bovengrens hebben we aangenomen dat 100% van de RZI's matig belast is. Dan kom je op 150 kilogram PFAS per jaar. En als ondergrens 100% laag belast. En op die manier kom je bij een bandbreedte van 65 tot 180 kilogram PFAS per jaar ongeveer. En voor het zuiveringsslip hebben we een vergelijkbare berekening gemaakt. Dan komen we dan op 15 tot 45 kilogram per jaar. Nou, we hebben ook gekeken van hoe verhoudt zich dat dan tot andere bronnen en routes. Daar is een hele mooie verzameltabel van gemaakt van alles wat we uit verschillende bronnenonderzoeken weten en andere rapporten. Het is allemaal samengebracht in één grote tabel. En wat we daaruit leren is in ieder geval dat de schattingen die wij gemaakt hebben voor effluent en zuiveringsslip, dat die heel erg in dezelfde range liggen als andere schattingen. Dus de resultaten bevestigen elkaar. Wat je ook leert is dat er een aantal relevante routes van PFAS naar het milieu zijn. Per locatie kan dat tot enkele kilogrammen per jaar oplopen. RZI's zijn er daar één van, maar ook bedrijfsmatige afvalwaterzuiveringsinstallaties. Industrieel afvalwater behandelen. Ook afvalwater van bepaalde bedrijven. Afvalwatergestortplaatsen hebben we ook gezien. En ook papierindustrie en vermoedelijk voornamelijk papierrecycling is ook een belangrijke bron voor PFAS. Of een belangrijke route voor PFAS naar het milieu toe. En per locatie kan die emissie tot enkele kilogram per jaar oplopen.
Verder blijkt ook dat er bij via de grote rivieren PFAS het land binnenkomt. Maar ja, dat is op zich ook niet opmerkelijk. Dat kennen we ook al van de geneesmiddelen. Daar is dat ook het geval. En wat ook blijkt is dat historische belasting tot langdurige verhoging... historische belasting van de omgeving tot langdurige verhoogde gehaltes kan zorgen. Dat heb ik onder andere gezien bij MST Dordrecht en Arno Riekstoel. En dan geef ik nu de muis en het woord weer over aan Joop. Die gaat even iets vertellen over de balans. Ja, dan nog een paar laatste sheets over de resultaten. Wat u ziet op scherm, dat zijn de zogenaamde Sankey-diagrammen. En daarmee kun je heel mooi in kaart brengen wat er binnenkomt op bezuivering. Dat is de linkerkolom. En wat er vanuit die linkerkolom doorstroomt naar het effluent, respectievelijk het slip. Linkskant zien we het plaatje van Dordrecht. En zien we eigenlijk dat van de PFAS die binnenkomt, dat er per dag ongeveer 26 gram afkomstig is van het stedelijk afvalwater. Dat zijn de bewoners, dat zijn andere bedrijven dan Chemours en HVC. We zien ook dat van HVC, dat er ongeveer bij elkaar, hier staat HVC, HVC stort de verbranding, dat er bij elkaar ongeveer 10% van binnenkomt, waarvan het overgrote deel eigenlijk afkomstig is van het gezuiverde afvalwater dat uit die stort komt. En dan hebben we nog de bijdrage van Chemours. Dat is ongeveer 8%, 3 gram per dag. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik ze baseert op de bemonsteringen en de resultaten van Chemours in de periode dat wij dus gemeten hebben. Met de opmerkingen die Arjen net gemaakt heeft. Ga je nou de linkerkolom vergelijken met de rechterkolom, want we hebben dit apart gemeten, dan zie je dat je die balans niet helemaal sluitend kunt krijgen. In het begin van mijn presentatie heb ik er iets over gezegd. Er kunnen mogelijkerwijs nog andere bronnen meespelen. Maar we hebben gemeten in influent, dat is hier zo aan de voorkant. En we hebben gemeten aan de afgaande kant, dus effluent en slip. Het verschil, dat noemen we een respons. Een respons die we dus eigenlijk niet thuis kunnen brengen. En in het geval van Dordrecht is dat 8%. Dat geeft eigenlijk aan dat er best wel netjes gemeten is. Wat betreft BAD, een andere hotspot, heb ik u voor rechts in het scherm gezet. Dan missen we een 6,5% aan de ingaande kant. En overigens is het zo dat we ook voor de vrijwel alle andere zuiveringen zien we dus dat we aan de influent kant een restpost hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat er dus meer PFAS uit de zuivering geloosd wordt of verwijderd wordt met de slip dan dat er aan de influent kant binnenkomt. Dan hebben we nog een beetje een vreemde eend in de bijt, dat is Lelystad. Lelystad bevat het influent eigenlijk niet eens zoveel PFAS, maar wat we wel zien is dat we met het effluent en de slip hebben nou opgeteld dat het veel meer is. Dus er is iets bijzonders aan de hand. Een reden daarvoor zou kunnen zijn het effect van de precursors, daar komt hij daar nog op terug. Maar dit geeft een resultaat, een resultante, een saldo-effect van een restpost die heel erg fors is. Maar goed, voor de meeste zuiveringen geldt dus eigenlijk dat een afvoerkant, effluent en slip, dus eigenlijk meer afgevoerd wordt dan de influentkant. En vooral Lelystad valt daarin op. Wat betreft de rol van de precursors, geef ik het stokje weer door aan Anja. Die mag er iets over gaan vertellen. Ja. Zoals Joop zei, bij Lelystad is er iets bijzonders aan de hand. Maar we zien het eigenlijk ook bij bijna alle andere zuiveringen. We zien namelijk een toename van de hoeveelheid precursors in de zuivering. Dat is hier in de tabel te zien. Soms is die toename ook echt fors. En we zien een toename van de stabiele PFAS met de korte ketens. Dat zijn dus de stabiele PFAS, dat zijn die groepen waar PFOS en PFOA toe behoren. En daar zien we ook bij bijna alle zuiveringen een toename. Wat is nou de verklaring daarvoor?
Ja, zoals ik al in het begin aangaf, hebben we die stabiele PFAS met die volledig gefluoreerde ketens. En we hebben ook PFAS-precursors. Die zijn vaak als vervanging van die stabiele PFAS gebruikt. Worden die toegepast. En ik ben mijn maat weer kwijt. Maar wat je ziet, oh ja, daar is hij weer, is dat die keten, dat daar een aantal koolstofatomen, dat daar geen fluor aan zit, maar gewoon waterstof. Dus dat die niet volledig gefluoreerd zijn. En of dat er andere groepen aan zitten. En die plekken in die rode cirkeltjes, dat zijn die plekken waar wel afbraak kan plaatsvinden. Maar wat er dan gebeurt, even door de volgende. Daar kom ik zo even op terug. Maar wat er gebeurt is dat er dat die moleculen dus daar opgeknipt worden en dan hou je stabiele PFAS over. En het zijn dus die precursors. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat die groep wel heel belangrijk is qua omvang. Het zijn ook zeer veel verschillende stoffen met verschillende molecuulstructuren en veel toepassingen, net als andere PFAS. Onder andere in brandblusschuim, maar ook in voedselverpakkingsmaterialen en papier, in insecticides. En waarschijnlijk ook voor toepassingen van tapijt en meubels. Maar heel veel toepassingen kennen we ook nog niet. Nou, die precursors kunnen dus afbreken. Dat kan een vrij simpele route zijn, zoals in dit plaatje. Maar het kan ook heel complex zijn met allerlei tussenstapjes en tussenproducten, dat vaak zelf ook weer allerlei precursors zijn. Hier zijn nog een aantal voorbeelden van stoffen, precursors, die via allerlei tussenstapjes afbreken. Maar wat belangrijk is, is aan het eind houden we in alle gevallen die stabiele PFAS over. Met een korte ketenlengte tussen de 4 en de 8 koolstofatomen. En deze breken dus niet af. En dit is een verklaring, denken wij en met ons vele anderen, voor die toename in die precursors en stabiele PFAS die we in de RST's. Dus er zitten onbekende PFAS in het influent die in de zuivering afbreken tot wat anders. En tot zover de resultaten. Oké. Die laatste toelichting sluit mooi ook aan bij een vraag die gesteld is in de Q&A. Want de vraag was, waarom stijgt PFAS in het effluent en waar komt het vandaan? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Ja. Dat gaat met name over de precursors die we niet meten in het effluent. Ja. En de stabiele PFAS die gevormd worden, die we wel meten in het effluent. Oké. Inmiddels zie ik wel een aantal vragen ook op mijn lijstje op Q&A verschijnen, gelukkig. Er is ook een vraag en dat gaat over de vergelijking met het drinkwaterrichtlijn. De 4,4 nanogram per liter. En de sommering op basis van het EFSA en de verrekening met de TEQ's. Ja. Anja, volgens mij kan jij daar wat over vertellen. Zeker. De EFSA, dat is, voor wie je niet weet, de European Food and Safety Authority. Je hebt enige tijd geleden een opinie geschreven over hoeveel PFAS er in voedsel zou mogen zitten. Of een veilige concentratie in voedsel zou zijn. Voedsel is in dit geval eten natuurlijk, maar ook drinkwater. Als je dat door zou vertalen naar wat voor concentratie er in drinkwater zou mogen zitten, dan kom je inderdaad op die 4,4 nanogram per liter uit. Dat is een somparameter voor 4 PFAS, onder andere PFOA en PFOS. Nog een tweetal andere stabiele PFAS. Het RIVM is zich op dit moment aan het beraden wat dat zou betekenen voor Nederland, deze nieuwe opinie, en of dat mogelijk tot aanpassing van de normen voor oppervlaktewater zou moeten leiden. Omdat daar nog de nodige onzekerheid over is, hebben wij geen expliciete vergelijking met die normen gemaakt in ons rapport. Het zou een beetje voorbarig zijn, maar ja, als je daarnaar kijkt, als je naar de concentraties kijkt die je ziet,
Die liggen wel in die orde grootte van 4,4 nanogram per liter. Dus het zou wel betekenen dat de concentratie in het effluent, dat die eigenlijk in alle gevallen wel die norm voor drinkwater overschrijdt. Nou ja, wetende dat PFOS heel lastig uit het water te halen is, is dat nog wel zeker, is wel relevant. Oké, natuurlijk. Er is nog een vraag over wat er gebeurt met slipverbranding met PFOS. Joop, kan je daar wat over zeggen? Blijft het in de as zitten of kan het een bron zijn voor atmosferische depositie? Nou, wat we eigenlijk zien is dat we zagen het eigenlijk al aan de plaatjes. Er blijft eigenlijk maar heel weinig PFAS achter in het slip. Dat hebben we in het slip gemeten. Dat slip wordt verbrand in slipverbranders, onder andere HWC. En ook daarvan hebben we monsters kunnen krijgen, geanalyseerd. En wat zie je eigenlijk? Dat er in het water wat erbij vrijkomt ook erg weinig PFAS zit. Dus met andere woorden, om te beginnen bevat het slip erg weinig PFAS. Vandaar ook het slechte verwijderingsrendement op rioolwaterzuiveringen. En ik heb begrepen dat PFAS, zeker ook de stabiele PFAS, pas vernietigd wordt, verbrand wordt bij echt extreem hoge temperaturen. En ik weet niet of die in alle slipverbrandingsinstallaties gehaald worden. Ik dacht het wel. Maar in ieder geval, er komt in ieder geval heel erg weinig PFAS met het slip in de verbrandingsinstallaties. Ik wil er nog wel één ding aan toevoegen, want ik had begrepen van de slip-eindverwerkers dat ook bij de reguliere slipverbranding nog wel een aanzienlijk deel van de PFAS eruit wordt gehaald. Maar als je het echt wordt afgebroken, verbrand, verwijderd. Maar als je het echt allemaal wil verwijderen, dan heb je echt een hoge temperatuur. Oké, dankjewel voor de toelichting. Ik wil graag nog één vraag behandelen uit de Q&A nu. En die heeft betrekking op de emissies, van de andere emissies, bijvoorbeeld industrie, vuilverwerking, recycling en dergelijke. En ik dacht van, misschien is dat wel een aardige vraag voor Saskia. Edwin, kan je Saskia even in beeld brengen? Ik hoop dat zij in de gelegenheid is om die vraag te beantwoorden. Want het ministerie doet natuurlijk ook diverse onderzoeken met betrekking tot PFAS. En wellicht kan zij die vraag duiden. Saskia is in beeld volgens mij. Ja? Kan jij wat zeggen over de verschillende emissies en hoe deze verhouden zich tot de emissies van de zuiveringen? Ja, er komt binnenkort dus een Rijkswaterstaatsrapport uit, wat een aanvullend onderzoek is op de PFAS-bronnenonderzoek wat ze in juli 2020 hebben gepubliceerd. Dat onderzoek uit 2020 heeft last gehad van de lockdowns. En had dus een groot gedeelte van de metingen die ze geprogrammeerd hadden niet uit kunnen voeren. Het aanvullend onderzoek heeft dat goed gemaakt. En de bedoeling is dus dat het rapport binnenkort ook gepubliceerd wordt. En daar komen zeg maar een stuk of 5, 6 grotere emissiebronnen van PFAS uit als het gaat om PFAS via het afvalwater. En daar horen de rioolwaterzuiveringen en de afvalwaterzuivering inderdaad bij. Maar daar hoort zeker oud papier recycling ook bij. En de stortplaatsen horen daarbij. Naast natuurlijk de blusactiviteiten, wat we al wisten. En een tank schoonmaken. Oké, dus we hebben al een kleine sneak preview van het rapport wat binnenkort gepubliceerd wordt. Heb je enig idee wanneer dat gepubliceerd gaat worden? Ja, de bedoeling was dus deze week. Maar er is wat administratief vertraging gekomen. Maar dat komt binnenkort. Binnenkort. Het belangrijkste is eigenlijk dat het RWS-rapport concludeert dat er een heleboel branches waren die wel verdacht werden op basis van literatuuronderzoek. Maar waar ze bij metingen toch uiteindelijk tot de conclusie komen dat ze weinig of geen PFAS toevoegen aan het water. Oké, dankjewel voor de toevoeging, Saskia.
Ik stel voor dat we doorgaan met de conclusies en aanbevelingen. Dat is goed. Dan ga ik mee verder. Ja. Ja? Ja. Dan neem ik de muis weer over. De conclusies. Nou, allereerst wat we zien is dat deze studie de resultaten van andere onderzoeken in binnen- en buitenland bevestigen. Een belangrijke conclusie is dat we hebben gezien dat het aandeel industrieel afvalwater of bedrijfsafvalwater niet altijd een goede voorspeller is van de mate van de PFAS-belasting. Dat was voor ons wel een beetje een verrassing. Waaruit we ook concluderen dat we niet alle bronnen goed in beeld hebben. Er zijn natuurlijk ontzettend veel potentiële bronnen. Het blijkt dat we op Boeran dus niet alle bronnen goed in beeld hadden. Verder is heel duidelijk dat PFAS niet of nauwelijks worden verwijderd met de reguliere zuivering. En dat er in de meeste gevallen wel sprake is van een toename van precursors en of stabiele PFAS met een kortere ketenlengte. Ook is duidelijk dat RSD's een relevante route van PFAS naar het milieu zijn. En de geschatte emissies loopt dan uiteen in het effluent van 65 tot 180 kilogram per jaar. En in het zuiveringsslip van 15 tot 45 kilogram per jaar. En om de concentraties te duiden, de concentraties in het effluent overschrijden Nederlandse normen voor oppervlaktewater. En het hangt dan van de lokale situatie af of dit ook in het oppervlaktewater tot normoverschrijding leidt. We hebben uiteraard ook een aantal aanbevelingen. Allereerst sluit aan bij lopende internationale en nationale initiatieven. Er loopt al een aantal dingen, daar kom ik straks nog even op terug. Maar goed om daarbij aan te sluiten. Verder noemde ik net dat we de bronnen niet allemaal goed in beeld hebben. Het wordt aanbevolen om te toch proberen beter in beeld te brengen. Nou ja, het onderzoek van de Rijkswaterstaat, wat dan binnenkort uit gaat komen, biedt daar belangrijke aanknopingspunten voor. Ook het onderzoek wat ik noemde naar PFAS in producten en afvalstromen biedt aanknopingspunten. En ook die verzameltabel die ik noemde in het rapport. Ja, die geeft ook al een redelijk goed overzicht. Wat wel van belang is, als je die bron in beeld wil krijgen, ja, dan ga je dus eigenlijk een stroom opwaarts, noem ik het maar even, in het rioolsysteem vanuit de RWZI. En daar houdt de verantwoordelijkheid van de waterschappen op. En dan krijg je met gemeenten, provincies of omgevingsdiensten te maken. Dus samenwerking is zeker noodzakelijk als je de bronnen beter in beeld wil brengen. Verder blijken die precursors een belangrijke rol te spelen. Dus het wordt aanbevolen om de aard, de omvang en de bronnen van de precursors beter in beeld te krijgen. Want zonder de emissiereductie van de precursors is de emissieproductie van de PFAS en PFOA lastig. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Verder, we hebben eigenlijk gekeken alleen naar het verwijderingsrendement in de reguliere zuivering. We hebben niet gekeken wat er gebeurt met de PFAS bij aanvullende zuiveringstechnieken. Onze gedachte is dat dat nog niet zo makkelijk is. Ik vermoed dat er vast een vraag over komt zo. Dus dan gaan we nog een vraag gesteld daarover. We komen dan zo even op terug bij de vragen. Maar het wordt aanbevolen om in ieder geval te kijken van wat doen die aanvullende zuiveringstechnieken met PFAS. En we hebben in dit onderzoek alleen gekeken naar de PFAS met de ketens vanaf vier koolstofatomen. Er zijn wat aanwijzingen, ook onder andere uit het onderzoek naar PFAS bij producten en afvalstromen, dat er PFAS met kortere ketens zijn die in aanzienlijke hoeveelheden voorkomen. Met name bijvoorbeeld bij papierrecycling.
En die zouden ook wat meer aandacht moeten krijgen. Ook omdat die korte ketens meestal beter wateroplosbaar zijn en dus mobieler zijn en naar verwachting door de zuivering heen fietsen. Hoe nu verder? Nou, ik noemde net aansluiten bij de lopende internationale en nationale initiatieven. Er lopen er al een aantal dus. Zo heeft de EU een aantal PFAS aangewezen als prioritair gevaarlijk en zeer zorgwekkende stoffen. Dat geldt overigens het laatste ook voor Nederland. En er wordt gewerkt aan een Europese restrictie voor alle PFAS, voor het gebruik van alle PFAS. Dat doet Nederland samen met 4 andere EU-landen. Dat is natuurlijk wel iets van de langere termijn. Maar wel heel wenselijk, omdat blijkt dat PFAS eenvoudig te verwijderen is. En gewoon een lange tijd in het milieu blijft. En daarnaast werkt het ministerie samen met de industrie en allerlei andere partijen aan het PFAS-actieprogramma. En dat is gericht op de handelingsperspectieven voor de vermindering van de blootstelling van mensen en milieu aan PFAS. Dat is een belangrijk initiatief. Wat ik ook niet onvermeld wil laten, is dat er binnenkort ook nog een ander onderzoek uitkomt. Dat is gedaan door een aantal watertrainiers in opdracht van de STOA. En dat is literatuuronderzoek naar de bronnen en gedrag van PFAS in afvalwater. En zij hebben daar ook speciaal gekeken naar precursors. Dus zeker een mooie aanvulling op dit rapport. Dan zijn er nog een aantal plannen. Er is een onderzoek naar de aard, de omvang en de bronnen van precursors in voorbereiding. Dat was een van de aanbevelingen, dus die wordt mooi opgepikt. En er wordt nog gezocht naar financiering, maar in ieder geval zijn er al toezeggingen van het ministerie, of ja, toezeggingen van het ministerie, STOA en Waterschap Zuid-Zeeland. Mogelijk kunnen we daar nog andere partijen bij vinden. Daar zullen in ieder geval metingen in het influent in het rioolsysteem bij RWS die Lelystad plaatsvinden, is het idee. En daarbij zullen we een speciale analyse toepassen, een topanalyse. Dat staat voor totaal oxideerbare precursors. En dat is eigenlijk een mooie tool om te kijken hoeveel precursors er in het afvalwater zitten. Of in wat voor monster dan ook. Je begint met de meting van het monster zoals het is. Nou ja, daarbij meet je met name die stabiele PFAS. Daarna ga je het monster oxideren. Dus met een heel krachtig middel de stoffen die erin zitten afbreken. En vervolgens weet je opnieuw de stabiele PFAS. En het verschil daartussen is een indicatie voor de hoeveelheid precursors die in je monster zitten. Nou, die analyse is onder andere toegepast bij het onderzoek naar producten en afvalstromen. En dat lijkt te werken. Dus die willen we in het onderzoek gaan toepassen. Maar ja, het is nog niet. Het is dus nog. We zijn nog aan het zoeken naar financiering en invulling. Maar het idee is dat dat begin volgend jaar zou starten. Daarnaast hebben diverse waterschappen plannen om bij de RWS PFAS te gaan monitoren. Of ze doen het al. En last but not least, het rapport zal vertaald worden in het Engels, zodat het ook internationaal de boodschap kan landen. Er zijn verschillende andere landen waar ook dit soort vergelijkbare studies worden gedaan en de belangstelling is groot. En daar wou ik het bij houden. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie ons op deze manier vinden. Dankjewel, Anja. Ja. Mooie presentatie. Nou, de vragen. We hebben nog een vraag openstaan misschien over de technieken. Hè? Wat zijn de mogelijkheden om PFAS uit afvalwater te verwijderen? Kan je daar nog wat over toelichten? Ja, dat kan ik. Daar hebben we in deze studie niet in detail naar gekeken. Dus dat doe ik even op basis van wat ik weet uit de literatuur en gesprekken met mensen. Actief kool wordt eigenlijk gezien als dé techniek om PFAS te verwijderen.
Maar eigenlijk alle zuiveringstechnieken komen erop neer dat je PFAS verplaatst van het een naar het ander. Echt afbreken, dat is heel erg lastig. Met actief koel kan je dus PFAS uit afvalwater bijvoorbeeld halen. Dat doet onder andere Chemours en HPC gebruiken actief koel. Plus nog een aantal andere technieken. Wat ik wel begrepen heb, is dat zij een speciaal soort actief koel gebruiken, die dus specifiek geschikt is voor, om die PFAS te verwijderen. Zij hebben natuurlijk hele geconcentreerde afvalwaterstromen. Want als je het actief koel op grote schaal bij een zuivering gaat toepassen, ja, er zitten ook nog een heleboel andere stoffen in die proefontreiniging, die ook die plekken in die actief koel gaan bezetten. En die concentraties PFAS zijn heel erg verdund. Dus om echt specifiek die PFAS eruit te halen met de actief koel bij een zuivering, dat is de inschatting dat dat toch heel lastig is. Je hebt een heel groot volume water en heel veel andere verontreinigingen, dus dat actief koel zal snel doorslaan. En de kosten worden dan ook heel hoog. Dus de inzet om bronaanpak is in deze wel de voorkeur. Dat zou zeker de voorkeur hebben. Ja, en wat betreft andere zuiveringstechnieken, wordt ook wel eens genoemd reverse osmose. Maar ja, dan concentreer je eigenlijk je verontreinigingen in een kleine hoeveelheid brein met geconcentreerde afvalwater. En wat bij oxidatie gebeurt, dat durf ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Oké, nou, wordt vervolgd. Wordt vervolgd, ja. Het verhaal van de precursors, dat is toch nog best wel een ingewikkeld verhaal. Hè? Ik zie ook nog weer een vraag daarvoor komen. Dus nog eventjes de bevestiging. Klopt het dat het mechanisme is, je hebt omzetting van niet gemeten precursors in het influent naar wel gemeten stabiele verbindingen in het effluent? En dat dat negatieve rendement veroorzaakt? Okay. Bijna helemaal correct. Je hebt omzetting van bekende en niet bekende precursors in het influent naar bekende precursors en gemeten precursors en stabiele PFAS. Oké. Okay. Er was ook nog een vraag over landelijke omgeving en stedelijke omgeving. Mm-hmm. Is er inzicht in de belasting van afstromend hemelwater voor stedelijke en niet-stedelijke omgeving? En in hoeverre is dit mogelijk relevant geweest voor resultaten? Ja, dat is een hele goede vraag. Er is wel kort naar gekeken, maar er konden geen sluitende conclusies over getrokken worden. Of hemelwater in hoeverre hemelwater een rol heeft gespeeld bij onze resultaten. Wat wel bekend is, is dat bij historische verontreinigingen, zoals bij Dordrecht en Aarde-Rikstel, dat daar wel, als het regent, zie je ook wel weer PFAS toenemen. Dus er spoelt wel af van oppervlakte met hemelwater. En bij HVC is ook duidelijk dat bij de vuilstort, dat is niet alleen drainagewater van vuilstort, maar er zit ook een deel regenwater van het terrein bij. En daarmee spoelt ook een deel af. Dus regenwater speelt wel een rol, maar hoe groot die rol is, weten we niet precies. Oké, dankjewel. Er is ook een vraag gesteld of de norm van PFAS van 100 nanogram en PFAS totaal van 500 nanogram door het RIVM bepaald is. En volgens mij kan Saskia daar wat over vertellen. Dus Edwin, als je even Saskia in beeld kan brengen, dan kan ze daar antwoord op geven. Dennis. Nou, dan zal ik hem beantwoorden dan? Oh, nee, ze is er alweer volgens mij, toch? Ja. Ja. Saskia, de vraag over het RIVM. En de normen die vastgesteld zijn. Je microfoon staat uit, dus of je even je wil unmuten. Hierbij? Ja, ben ik verstaanbaar. De vraag ging eigenlijk over de normen uit de drinkwaterrichtlijn. De drinkwaterrichtlijn is in december 2000,
2020 vastgesteld door de Europese Commissie. Dus die normen die zijn op Europees niveau vastgesteld, niet door het RIVM. En de 100 geldt dus voor 20 PFAS'en die als bijlagen in de drinkwaterrichtlijn apart genoemd worden. En de 500 voor alle PFAS'en bij elkaar opgeteld. En landen kunnen er voor hun drinkwater voor kiezen om of de ene of de andere of allebei toe te passen. En ze hebben in principe tot 2023 om in staat te zijn deze PFAS'en ook te meten en te kunnen controleren of ze aan deze eisen voldoen uit de drinkwaterrichtlijn. Oké, dankjewel voor deze toelichting, Saskia. Ik heb nog een vraag die bovenaan staat nu. En dat gaat toch over de analyses. En dat gaat ook over de conclusie met betrekking tot de precursors als verklaring voor hoge concentraties in effluent dan influent. Is die conclusie wel robuust? Kan het bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een analyse-artefact? Zoals door meer zwevende stof en influent worden een deel van de PFAS minder goed vrijgemaakt dan analyse van effluent. Analytische problemen, effecten, meetonzekerheden kunnen verschillend zijn in een effluent. Goede vraag. Wij hebben heel bewust gekozen voor de VU omdat zij hun analytische meetmethode heel goed op orde hebben. Een hele lage rapportagegrenzen kunnen halen. Dat hebben ze ook laten zien in het onderzoek. En de rapportagegrenzen, de influent en effluent, die zijn ook gelijk. Waarmee ik ook wel durf uit te sluiten dat de analytische verschillen tussen influent en effluent mede oorzaak zijn. Wat je bijvoorbeeld kan zien als je een toename ziet, soms is de rapportagegrens in het influent zo hoog dat je het niet kan aantonen en dan is de rapportagegrens met effluent laag en kan je de stof plotseling wel aantonen. Dat was hier niet het geval. Dus. Okay. Ja, bovendien is het zo dat met die analyse-technieken zijn natuurlijk destructiemethodes toegepast, waarbij je dus het zwevende stof, het PFAS, die eventueel mee zit, vastzit aan de zwevende stof, dat je die meeneemt. Okay. Ja, en dat is natuurlijk in de waterfase vind je met name de wateroplosbare PFAS. Ja, die zitten niet aan het zwevende stof. Oké. Okay. Naar jullie inzicht is de analysemethode die gehanteerd is, robuust geweest. Ja. En de resultaten die wij vinden, die worden ook in andere onderzoeken bevestigd. Dus dat ons ook dat het klopt wat we hebben gevonden. Okay. Dat is in ieder geval mooi. Ja. Nog een vraag, dat gaat ook over het rendement, hè, maar het gaat ook over het gebruik van de diverse hulpstoffen op zuiveringen. Kunnen die ook nog van invloed zijn op dat rendement? Van dat er hele meter in en effluent en slip, er worden ook allerlei chemicaliën gebruikt en allerlei andere zaken. Ja, er is iemand die heel goed gekeken heeft naar mijn plaatje over de massaplans of rioolwaterzuivering. Er komt de lucht in, de hulpstoffen. De grootste vormen zijn natuurlijk influent, effluent en slip. We weten dat op die andere stromen hebben natuurlijk invloed. We vermoeden dat de PFAS-gehalte is, maar ook de vracht die daarmee binnenkomen, dat die heel erg gering zijn. Aan de andere kant is het ook, als je weet dat PFAS in Nederland zo wijd verspreid is door luchtdepositie en andere routes, dan kun je het ook niet uitsluiten. Dus eigenlijk zou het antwoord moeten zijn dat hebben we niet onderzocht en dat kunnen we eigenlijk weinig over zeggen. Maar het vermoeden is dat het een hele erg kleine bijdrage is. Want je staat er eigenlijk ook van te kijken, en Arjen heeft laten zien in een van de plaatjes, in hoeveel producten dat PFAS worden toegepast. Dus je hebt allerlei routes op die manier, waardoor PFAS op rioolwaterzuivering binnenkomen. Zelfs bijvoorbeeld via de smeerolie of gekoten werktuigen, bouwkundige onderdelen die toegepast worden op een rioolwaterzuivering. Ook dat is mogelijk. Oké, okay, dus er zijn nog wel wat onbekenden in dit. Er zijn wat onbekende bronnen. Er zijn wat onbekende spelers op het veld, maar het vermoeden is dat die spelers een hele kleine rol spelen. Oké.
Dankjewel. Ik zie inmiddels op de klok dat het al richting 10:55 gaat. Ik had twee hulplijnen voor deze meeting. Nou, Saskia hebben we al in beeld gezien, maar Edith hebben we nog niet gezien. Dus Edwin, wil je Edith nog even in beeld brengen? Want ik ben toch ook wel heel benieuwd van hoe de Unie van Waterschappen nu ook hierin verder gaat met het PFAS-dossier. En wellicht kan je daar nog even een verdere toelichting op geven, Edith. Jouw microfoon is nu geunmute, dus als het goed is, horen we je nu ook. Hey, dankjewel. Zeker ook voor de mooie presentatie en nog even de uitgebreide toelichting over deze ingewikkelde materie. Erg blij met het onderzoek, omdat het juist bevestigt dat inderdaad ook via de RWCT's zeg maar, het een doorgeefluik is voor deze stoffen die uiteindelijk in het water terechtkomen. En wat ons betreft, zeker voor de Unie, bevestigt het nogmaals dat we deze stoffen eigenlijk sowieso helemaal niet op onze zuiveringen willen hebben, omdat onze zuiveringen niet op gebouwd worden zijn. Dus wij zullen zoveel mogelijk inzetten op de voorkant. Dat wil dus zeggen, uiteraard via Brussel. Dat betekent inderdaad volle inzet op een totaalverbod. Dat is een lange weg, een lange adem. En daar zetten wij volop in. En met name juist voor het totaalverbod. Dus niet alleen de essentiële, maar niet-essentiële, maar ook essentiële toepassingen. Om te voorkomen dat ze überhaupt sowieso onze zuiveringen bereiken. Als je kijkt naar de korte termijn, wat kunnen we dan praktisch doen met elkaar? En Anja gaf dat al aan. Wij zijn niet bevoegd voor de indirecte lozingen, dus wij zijn afhankelijk van de partijen die wel bevoegd zijn. Dat betekent dat samenwerking met provincies, gemeentes, omgevingsdiensten cruciaal is om met elkaar zoveel mogelijk inzicht te krijgen in wat er voor de rioolwaterzuivering allemaal in het afvalwater zit, dat uiteindelijk weer op onze zuiveringen terechtkomt. Nou, daar zijn al stappen voor gezet, hè. Er zijn afspraken voor gemaakt, maar ik denk zeker voor de komende tijd met behulp van dit onderzoek, en straks ook met het tweede onderzoek naar de verdieping van de bronaanpak en de bronnen, geeft dit handvatten, denk ik, om met elkaar te kijken van hoe kunnen we voorkomen dat met name PFAS überhaupt sowieso de zuiveringen bereikt. En kunnen we aan de voorkant kijken van hey, wat kunnen we doen om in ieder geval te zorgen dat het in ieder geval niet aan het einde van de pijp in het oppervlaktewater terechtkomt met alle gevolgen van dien. Dus nogmaals, heel veel dank voor alle inspanningen. Het heeft heel veel inzicht en ik denk ook mooie handvatten om in de toekomst zeker te kijken hoe we grip kunnen krijgen aan de voorkant op deze problematiek van PFAS. Dankjewel, Edith. Ik heb ook het idee dat we nog maar aan het begin staan van een heel PFAS-traject. Hè, dat we met deze studie gewoon de problematiek goed geagendeerd hebben. Dus ik hoop dat heel veel mensen dit mooie STOA-onderzoek gaan lezen en gaan bestuderen. Deze presentatie van vandaag die is opgenomen en die kan een ieder ook nakijken. Die wordt bij ons op de website ook gepubliceerd. Zo ook de PowerPoints, of in ieder geval de PDF'en daarvan, die kunnen daar ook nog nagekeken worden. En ik hoop dat dit een mooi begin kan zijn van een traject. In ieder geval binnenkort, zoals Anja net al zei, wordt het trainee-rapport ook gepubliceerd over de literatuurstudie naar PFAS'en. Dus het wordt vervolgd met ook het vervolgonderzoek wat aangekondigd is. Nou, ik wil een ieder hartelijk danken en ik wil vooral ook, ook mede namens het ministerie en de Unie van Waterschappen nog even de goede samenwerking op dit dossier goed benadrukken. Fijn voor een goede samenwerking en ik hoop dat we hiermee in ieder geval meer duidelijkheid hebben verschaft in het onderzoek en dat we binnenkort elkaar weer treffen bij een andere gelegenheid. En ik wens jullie allen een heel fijn weekend voor nu. En het is nu 11 uur, einde van dit webinar en tot de volgende keer.